Je kan hem zien via onze Bellinga TV fanapp. Daniel houdt het accentje. Fennep. Op de afzet. Dat gaat allemaal lukken, hoor. Ben je je tekst aan het inleiden? Dan gaan vangen. Ver, kijk eens. Lucky Luxie, zie je. Kan dus niet vloggen. Oh, je moet daar. Heb je me eentje los geschud? Ik vind ze maar engers. Dat is niet grappig. We zijn hier gezellig aan de bar. Is helemaal geen stuk, man. We gaan wel met een oplossing. Dan, Ik zit daar met een blauwe bult. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En wij zijn hier bij Recreatiepark Het Zand, waar we dit weekend overnachten om twee super gave projecten te doen. Gisteren hebben we namelijk al de videoclip van Luan Bellinga, zijn eigen YouTube kanaal, kun je even kijken. Zijn cowboyliedje hebben we opgenomen. Maar vandaag, wat gaan we vandaag doen? Iets heel speciaals. Nu we hier toch zijn en zoveel cowboykleren hebben ingekocht. En de toplocatie is en de hier. Toplocatie en het boshuisje zo heerlijk slaapt. Hadden wij eens iets later nog een nachtje blijven. En we gaan een leuke cowboy Bellinga serie maken. Ja, er komt echt een eigen Bellinga cowboy serie op onze eigen Bellinga fan app. Dus ben je benieuwd naar deze serie? Hij is al te bekijken, de eerste serie. Kijk dan even op de link hieronder. En check even de Bellinga TV app, want daar kun je dus deze serie zien waar we deze gaan lanceren. Ja, dus met hetzelfde team, ook Lucilla in Expeditie Vos, een rolletje meespeelde. Ja, dus we waren heel benieuwd hoe dat met de cowboy Bellinga's gaat. Ja. Dus op naar de set. Geniet lekker mee. Zo, nou, wij zijn weer aangekomen bij deze supermooie feestlocatie bij de Lodge. En hier heeft Dave, de eigenaar hiervan, heeft het supermooi nagemaakt. Oh, boem. Oh, kom eens staan. Het heeft hier een supermooie Country Western Village nagemaakt. Kom maar. Oh, schatje. Ben je gevallen op je knieën? Oh, poppetje. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb nog wel een andere legging mee. Komen we net aan op de witte legging. Valt op de knietjes. Maar goed. En hier gaan we dus met de crew die ook was bij Expeditie Vos. Die is hier ook weer, dus die kennen we al. En hier gaan we dus de mooie cowboy serie opnemen. Die we dus lanceren op onze eigen platform. Onze eigen Bellinga TV app. En hier gaan we weer naar binnen toe. Kijk, daar moeten we weer zijn. En zo te zien is het vandaag ook weer mooi droog weer. Wel super leuk. Nu al die luide koebel al. En hier gaan we weer helemaal in onze cowboywereld. Hey, weet je wat, kinderen? Welkom in de Bellinga's cowboywereld. Cowboywereld. Wat is daar? Ik heb geen idee, maar we moeten nu echt naar de set toe. Dat gaan we straks doen. Kijk, cowboy Luan. En hier komen we weer. De waterval is alweer te horen op de achtergrond. Super mooi. Kijk. Daar hebben we Dave weer. Dave is dus de eigenaar. Die heeft hier alles helemaal gemaakt. Super mooi. Ja, goedemorgen. Hey, goedemorgen allemaal. Hallo. Ik sta hier naast Bart. Goedemorgen. Goedemorgen, dat is Bart. En Bart heeft iets gaafs. Farah, kijk, die heb jij op je bar staan. Dat je zo verliefd bent. Op je. Volgens mij hangt hij in jouw office. Nee, bij jouw bar. Bij mijn bar? Omdat je zo verliefd bent op jouw Sheriff Dan. Oh, mijn droomvrouw. En kindjes. Nou, op naar de set. En hier zijn we weer. Oh, in de make-up. Hey Lucilla, goedemorgen Joyce. Daar zijn we weer, hè. Dat weet je nog van de Expeditie Vos, hè Lucilla. Toen deed Joyce ook jouw make-up, hè. Ja, we kennen elkaar, hè. Toen als Saar, maar nu ben je cowgirl Lucy. Luxy, dat is cowgirl Luxy Bellinga. Luxy, wil je nog wat eten? Wil je een broodje? Of heb je genoeg? Wil je nog een broodje? Hebben we ook al gegeten, hè? Deze hebben allemaal een broodje, boterhammen, worst. Nou, dan is dat goed. In de lodge gegeten. Dan gaan we straks filmen. Oeh, nou wat leuk. Ja, goedemorgen ook. Goedemorgen. Jij bent? Naamleider. Nou, gezellig. Als assistent voor de regisseur zorgt dat alles op tijd gaat. Wauw. Welkom aan boord. Nou, cowgirl Lucy. Jij heet cowgirl Lucy. Lucy krijgt twee vlechtjes. Eén links en één rechts. Zo, daar is Ko. Nee, jij bent vandaag. Speel jij Lucky Luan. En Lucky Lucy. En Lucky Lexi. Wie zegt het zo goed? Kijk eens, wat voor boekje is dat? Wat staat er voorop? Lucky. Ja. Dat is het hele. Dus dit is het boekje. Dat is de tekst voor ons alle vijf. Papa heeft tekst, mama heeft tekst, Lucilla heeft tekst, Luan heeft tekst. En Luxie en Woeslepip zeggen waf waf. Ja, en Sammy zegt papa. Knabbel knabbel.
Lucy, jij bent klaar? Is nou Luan en dan Luxie. Nou, en daar gaat onze filmster Lucky Luan. Lucky Luan. Ja? Zo, stop de bellen weg. Hè? Rooi je neus. En dan gaat mama Lucky Luan. Zie je dat? Lucky Luan. Zij heet mama Farah. Kun je zeggen Farah? Farah. Ja. Hé, hey, mama Farah. Ik wil eerlijk zeggen dat ik ochtends met 3 kinderen geen tijd heb om mezelf uit te gaan. Vroeger deed ik wel veel meer hoor. Maar... Vindt mama, kun je zeggen ik heet Farah? Farah, cowgirl. De mama cowgirl Farah. En Lucky Luan, Lucky Lucy en Lucky Luxie. Lucy, Lucky Lucy. En Sheriff Dan. Lucilla, ben jij je tekst aan het inlezen? Jij wil graag teksten. Lucilla vraagt net, heb ik ook tekst? Nou, zeker. Jij hebt tekst, Luan heeft tekst. En Luxie heeft tekst. En Woezel en Pippo, die zeggen wat? En Sammy zegt, ze heeft tekst. Nou, Lucky Luxie, we hebben hier ook lekker... Oh, kijk, tuurlijk, vrouwtjes. Neem maar mee, 2 handjes. Luxie houdt van vrouwtjes. Neem je die mee naar mama? Nou, eet smakelijk, Luxie. Luan, wat hebben we daar? Wat is dat? Dat zijn de 2 boeven. Kijk eens nu. Die moet Sheriff Dan gaan vangen. Vind je het enge boeven? Nee. Volgens mij zijn het hele klungelige boeven, Lucilla. Vlugge vis. Die zou je wel ook wel vangen, toch? En Wilder William. Hé, druifjes. Sheriff Dan gaat even de hondjes buiten op locatie plaatsen, oké? En we boffen echt. Het is vandaag weer prachtig. Blauwe lucht. Met hier en daar een wolkje. Nou, Woezelpip. Jullie weten inmiddels de weg. Woezelpip, Sheriff Dan gaat even in de visagie. En Farah en Lucky Luan en Lucy. En Luxie ophalen. Hier is jullie verse hondenbarretje. Bij de Wasseretter Laundry. Kijk, en ik kom de lagoon binnen. En nou, goedemorgen. Alles goed, man? Ja, zeker. Wat gaan we doen vandaag? Welkom in Bellingham Cowboy City. Ja, we gaan het beleven. We moesten helemaal naar de United Nights of America. We zijn hier aan de andere kant van de wereld. Ik ben Sheriff Dan. Well, yes. En Farah. I'm Gove. He's Gove. Yes. He did also Expeditie Force with Lucilla. Yeah. And we're gonna make some fun. Yeah, we're gonna make a... movie. Hey, druifjes, de cameraman Gove is klaar. Gaan jullie mee naar de lagoon? Zo, en daar is Farah. Hallo, Farah. Die zitten erop. Ja, de hondjes zijn gepositioneerd. We gaan de hele vlag nou zo praten. Mag één kusje bij de baan. Ja, maar ik heb lekker zitten. Oh, ja. Veel plezier. Kijk, een Luxie die weten we. Dag, Luxie. Bye bye. Bye bye. Farah, kijk eens. Ga maar in de saloon. Oh ja, je hebt die afgekocht. Ja, het is koud al. Zoveel mogelijk. Kijk. Voilà. Kijk eens, Farah. Wie achter jou staat. Oh, ze is eerst druk met die jas. Ja, hou nog maar heel even. Hou je nog maar even warm? Hey, hallo, schat. Hartstikke leuk. Kan je niet zo doen? Nee, dat is niet zo goed. Ja. Ik zie er heel ja, cool hoor. Oké, Farah, voor jou. Lucky Luxie, kom maar eens. Ze wacht op jou. Ze wacht op Lucky Luxie. Zal ik jouw handje vasthouden? Kom op de trap. Kom maar naar binnen, dat is warm. Hallo, Gove. Dit is de eerste scène van de serie. Hallo. En nu, Sheriff Dan. Yes. Die heeft ze ontnaken, die ze gepakt. Ze zit in de kwalens. Dus iedereen is blij dat ze weg zijn. Kijk, papa hangt aan de muur van de saloon. Hey, collectie. Kun je je tekst aan deze? Kijken jullie naar die boeven, dan zeg jij van, nou het zijn ook wel een beetje domme boeven. En dat ze zo in papa's val zijn gelopen. Zo, die gevaarlijke boeven, die zit in de gevangenis. Met een accentje, ja. Zo, die kunnen zo, die kunnen weg. Gevaarlijke boeven zitten eigenlijk in de gevangenis. En dan zie jij die posters en dan zeg jij, het zijn ook wel een beetje domme boeven, mama. Nou, die zijn zo in papa's val. Zo, die kunnen daar gelopen. Eigenlijk zijn die ja, dat is acteren, Luan. Inderdaad. Je moet nu acteren, dit is niet vloggen. Dit is acteren. Zo, ik in de vlog. Aan je zit die gevaarlijke vlog. Zo, wij zijn klaar om hier echt de scène te gaan opnemen. Kijk, er zit ook een echt cowboy in de hoek daar. Ik weet niet hoe. Op een paard, toch?
De kinderen zitten hier nog even de tekst door te nemen met de regisseur. En papa die gaat de make-up in met Luxie. Zo, Luxie. We zien jullie zo, hè? Heel veel plezier. Ja, de eerste celery gaan we nou schieten. Doei. Wij zijn aan het filmen, hoor. Ja, filmen. Oké, zijn jullie klaar voor om echt te gaan filmen? Ja. Ja, ik ga even een beetje warm worden. Ja? Moet je staan? Kom maar. Ik heb geen schoenen. Moet je een beetje warm worden, toch? Moet je een beetje los schudden? Sta ik in mijn eentje los te schudden? Ik vind ze maar engers. Ik ben blij dat papa ze eindelijk in de gevangenis heeft gegooid. Is dat? Oké. Okay. Mag ik alleen die losse zin nog één keer naar de eerste en deze laatste? Ja, dan kun je een barstootje doen. Ja. Ik vind ze maar engers. Ik ben blij dat papa ze eindelijk in de gevangenis heeft gegooid. En eigenlijk super. Yes. Ja? Ja. Ja. Postertjes draaien voor je? Ja. Volgens mij staat de eerste scène erop, jongens. Hier. We hebben de... Papa heeft de oefen gevangen. Nee, nog niet. Bijna, zeg ze. Mama legt de poster in. Oh, bijna. Kijk. We hebben dus de boeven... Heeft papa dus gevangen, hè, jongens? Zo, de hondjes die zitten daar buiten. En wij staan hier met z'n allen in deze mooie saloon weer. Want we gaan nu weer een scène opnemen. Dat er meerdere mensen hier zitten. Ook met papa en met Luxie erbij. Dus Luxie is ook hier bij Marcella. Marcella was er ook bij met Expeditie Vos. Dus die kennen de kinderen ook nog. Kijk. Hé, hey, Luxie, ga je ook meedoen? Ja! Krijg Luxie een chirurans? Cola. En cola? Kindercola hoop ik, hè? Nee. Kindercola. Geen kindercola? Papa die krijgt even de instructies wat zijn taak is als Sheriff Dan. Ja, we overleggen even. Praat Sheriff Dan zo. Ja, ik vind het wel leuk als je zo... Het hoort wel bij jou. En je bent zo, je bent zo'n pipo. Ja, ik praat normaal. Maar... Ja, verder praat iedereen normaal. Ik had een beetje Amerikaans. Ik vind het wel... Het hoort wel bij jou. Je bent gewoon zo gek. Het is toch kindercola. Maar ik denk dat het juist wel grappig is. Omdat papa altijd zo gekke stemmetjes nadoet. Oké, dan gaan we dat doen. Ik ben niet Amerikaanse chef. Ik kan er gewoon niks aan doen. Ik heb een Amerikaanse. Het past er wel bij. Ja? Ja. Oké, okay, dan gaan we dat nou, doen. Papa die krijgt een accentje. Ja, ik ga gewoon met een accent. Ja. Als je merkt in de eerste dat eigenlijk dat Tony's grap is, dan doen we het. Nou, Lucilla is er ook weer bij. En we gaan hier nu... Er zijn ook nog meerdere cowboys bij. Hallo cowboys. Okay, we gaan even staan op de ja, plek. We gaan weer staan op de plek. Dus jij mag samen met Lucilla. We gaan weer een volgende scène opnemen. Dan doen we zo meteen de jassen weer uit. Maar het was nou een beetje frisjes. Oké. Okay. Kom maar nog een keer. Ik ben een beetje strompelig. Een beetje binnen. Ja, inderdaad. Ik denk als je dan eerst staat en dan zo. Ja, ik moet er eten. Zou jij die 6,50 ietsje naar links willen zetten? Ja, dat doe ik. Ja. Wacht, welke van de twee? Bij de deur. Ja, check. Oké, Dan, en kom maar. Is iedereen opkijken? Iedereen opkijken? Ze zijn weg. Ze zijn ontsnapt. Huh? Oh nee! De boeven. Ze zijn weg. Ze hebben een serpent. Ze zijn ontsnapt. En stop. Nee, dat is niet grappig. Ja. Dat is niet grappig. De boeven. Volgende scène. Ze zijn serpent. Ik heb een plattegrans. Ik heb een plattegrans. Wat is er gebeurd? Papa boem. Ja, heel spannend. Ja. Hé jongens, zijn die gezellig aan de bar een colaatje te tappen? Ik heb twee.
kom opeens papa binnen stormen. Papa Sheriff Dan even een pils. Wil je een pilsje? Och, koud. Dat is veel beter, ja. Mag een kus? Ja, ik denk dat het heel goed gaat. Ik heb net een stuntman in beeld zien gezien. Spectaculair. Wat, wel 100 takes hebben we gedaan. Dus die man is 100. Ik heb blauwe plek. Oh, dat ben jij trouwens. Het is helemaal geen stuntman. Het is hemzelf. Hij doet al zijn stunt zelf, jongens. Ja, dat is kinder, hè? Ja, kom eraan. Ja, we gaan weer verder. Oké, gaan doen. Op naar de volgende scène. Met zo'n mok op de bar van oké, nu iedereen even stil. En als we met z'n allen na gaan denken wat we kunnen doen, dan komen we wel met een oplossing. Ja, kippenbenden, ja. Ja? Ja. En dat is wat we gaan doen. En jullie zitten gewoon lekker hier met z'n tweetjes. Cool. Yes? In de Bellinga Prairie. Zo, drivejes, hebben we even pauze? Ja, we hebben even pauze. Een crackertje met echt helemaal dat accent. Ja, ik vind een crackertje pasta heerlijk, maar niet. We blijven in onze rol. Gezellig. Luxie, wat heb jij dan? Oh, een woezeltje. Ah, en daar is Pip. Hallo. Zo, nou onze Pip, gaan jullie mee? Jullie mogen mee aan tafel schijnen. Kom op, onze Pip. Kijk, hamster Sammy gaat mee. Woezel Pip. Langs de waterval. Ja. Terug naar de saloon. Woezel Pip. Ja. Dan moet je naar Tikkanaris. Wij staan weer achter de bar voor weer een hele leuke scène. En dit is misschien wel een leuk weekje voor de backstage beelden. Omdat ik een beetje klein van stuk ben, kom ik niet helemaal boven de bar. Dus, kijk, liggen hier boeken op de grond waarop ik dus kan staan. Zodat ik een klein beetje groter ben dan dat ik eigenlijk in het echt ben. En Luxie zit hier met een lampje te spelen. Wat is het, Luxie? Heb je een lampje gevonden? Nee, maar dat is een lelijk. Ja, mooi, hè? Wel mooi, hè? Mooi, die vie. Nou, we gaan even de volgende scène opnemen. Gaan we ook hier voor jou een zinnetje doen. Jullie willen naar Lucilla krijgen, even nog een tekst door. En papa die zit daar met een blauwe bult. Mama en Luxie doen met Lucilla nog één scène. En dan gaan we even pauze houden. Maar heel erg leuk. Het zonnetje is wel weg. Het is gaan regenen. We hopen zo dat het er wel weer terugkomt. Maar we genieten volop. Sheriff Luan. Ja, Sheriff Luan. Jij gaat de boef zo meteen vangen. Gezellig dat u er bent. We gaan Oh, je vindt alles te filmen. Ja, we vloggen ons gezinsleven, Luan. Kunnen we even zingen? Yippie-a-yay. We zijn er gewoon. Rollin. Keep that kettle going. Boom, up, hit him up, boom, up, low high. Dat gaat helemaal goed komen, hè? Ja. Wilde Willem, de boef, die gevangen wordt genomen hier door de sheriff. En dan ga ik ontsnappen. Ik denk echt, ik zou niet meer willen. Nou, zo, hè? Ja, super. Maar we valt met Peter? Stukje realiteit. Varen die gaat alvast even wat beeldjes editen. Luxie doet even haar slaap. Daniel en Leon die gaan nou weer de set op. En dat geeft mij even de tijd om wat te editen. Ja, ik zeg straks, tot straks. Hè? Tot straks. Hé hey, Lucilla, jij vermaakt je wel hè? Ja. Ik ga weer filmen met Luan. Tot straks. Mama, blijf hier. Ja, mama zit daar te editen. Ja, doeg. Laat slapen. Ja. Gaan we kijken? Ja.
Nou, even een vlogmomentje met Sheriff Dan en de twee boeven. Hoe is het, boeven? Wilde Willem en snelle Finch. We hebben Finch very good, hè? Een regenachtige dag, hè? Ja. Ja, je bent mooi, je stem weer kwijt, hè? Ik ben een stem kwijt en mijn kleine mini-sheriff, Lucky Lou. We got the star, hè? Ja, gaat jullie vangen, hè? Nou, we star. Wij gaan niet meer in jail. Kunnen wij zeggen duimpjes omhoog? Thumbs up. Klinkt die mooi, hè? Luister, Slippy. We hebben die sheriff mooi te pakken genomen. Hij kan nergens meer heen. En luister. Zolang hij die stem terug heeft, kan hij ons nooit meer gevangen nemen. Nee, ik wil niet meer gevangen zitten. We moeten ervoor zorgen dat het snotjoch van de Lucky Luan niet achter ons in de sterren komt. Wij gaan nooit meer in de gevangenis zitten. Dus al wilde Willem persoon. Zo, we zijn inmiddels alweer een tijdje verder. De kinderen zijn nog lekker, Luan en Lucilla zijn lekker binnen nog eventjes aan het spelen met Seth en Max en aan het chillen binnen. En Daniel, die is de laatste scène aan het opnemen. Luxie! Hey, Luxie! Waar heb jij nou weer op, hé? Is dat een sombrero? Ja. Die staat je hartstikke goed. Ik heb bij papa gekeken, hè? Ja, is bijna klaar. Nog één scène. Nog één scène. En dan staat het erop voor vandaag. Jippie! Nou, maar we gaan eens eventjes kijken waar Sheriff Dan is. Kijk, Woezel loopt hier rond. Oh, er staat een vet mooie... ik wou zeggen een mooie koets. Maar een mooie cowboy mag ook. Maar volgens mij zie ik de Sheriff Dan daar staan. En draait hij de laatste scènes. We hebben wel een parapluutjes hebben ze boven alle apparatuur gedaan natuurlijk. Omdat het een beetje regent. Kan hij een beetje acteren of lijkt het nergens op? Ja, weet je, hij hoeft alleen maar te slapen. Dat kan niet. Oh ja, nee, dat is een appeltje-eitje. Ja. En hij hoeft nu alleen maar rond te lopen en dan krijgt hij grote schouderkloppen. Oh. En dan moet hij wat zeggen, maar... Die dat kan niet. Alweer een duim omhoog. Ja, ah. Ja. Duim omhoog voor de sheriff. Duim omhoog voor de sheriff. Hartstikke. Ja. Hey, hebben we sheriff, hond, Woezel en Pipje. En die hebben ook een rolletje natuurlijk. Die echte filmhondjes. Woezel, wat vind je ervan, jongen? Ja, wat vind je ervan, sheriff? Ik vind dat sjaaltje wel goed staan, kerel. Zullen we jou die omhouden? Ja, staat heel bazig. Ja. En jou ook hoor, Pip. Staat jou ook goed? Nee, maar vanaf. Zit die ster er mooi zijn? Ja, die ster. Zo, ster. Vind je mooi? Ja, dan is het goed, toch? Deze rol is wel op het lijf geschreven. Ja, gaat met Woezel. Even kijken, dat is een mooi dorpje. Nee, nee, verschrikkelijk. Woezel. Nou, take 3. We staan hier onder de paraplu. Even de laatste scène van papa te bekijken. Loop. Hij loopt. Daar komt papa uit. Zie je dat? Waar is papa? Oké, Dan, klaar voor? Dan is klaar. En actie. Kom, Woezel. Woezel komt niet. Wij gaan de vlog voor vandaag afsluiten. Hopelijk vonden jullie dit net zo'n leuk avontuur als dat wij dit vonden. Ben je nou benieuwd naar deze serie? Jullie kunnen hem nu al gewoon allemaal kijken. Kijk dan even op de link hieronder. Je kan hem zien via onze Bellinga TV fanapp. De fanapp? Ja, Daniel heeft het accentje. Fanapp. Daniel heeft zo'n cowboy. En we hopen, lieve fans, dat jullie dit leuk vinden. We hopen dat jullie het leuk vinden. Wij vinden het in ieder geval heel erg leuk. Wij hebben zelf nog niet het resultaat gezien. Dat is voor ons nog even een verrassing, maar achter de schermen zag het er echt al super leuk uit. En de kinderen, die hebben ook heel erg genoten. Dat was echt leuk om te zien, hè? We gaan nu zeggen met z'n tweeën, doe de duimpjes omhoog. Duim neer en klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuw vlog. Terug naar die andere zender. Bye bye. Dat is wat ik wacht. Volg je hart, boom boom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee. Geniet.
het meest. Nog samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bom 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 bom, dans mee en blijf in staan.